Goedemorgen! Ons huis is gewoon helemaal licht en wit doordat er zoveel sneeuw omheen is. Oh. Ah. Mijn thee was heet. Ja, Linda, denk jij dat jij naar buiten wil? Ik denk het namelijk niet. Ik denk niet dat jij zo'n avontuurlijk katje bent. Vette troep hier trouwens. Nee, hè? Ik hou niet van dingen die nat zijn. Ik vind regen het stomste wat er is. Het mag voor mij hartstikke koud zijn als het maar niet regent. En als het sneeuwt, is ook niet leuk. Dus, ik ben geen fan van vandaag. Ben ik nu een ontzettend chagrijnige surpiet? Maybe. Max is in ieder geval meteen een wandeling gaan maken. En ik moet teksten leren, dus ik blijf even binnen. Dus dat ga ik doen. Vandaag op het programma school, teksten leren, aan mijn boek werken. Let's go. Spannend, Hermon. Er is bijna geen perfecte weer dan voor een havermoutje. Dus die ga ik maken, alleen heb ik dus... Oh, deze moet ik even vastmaken. Ik heb dit ooit zelf gemaakt met gewoon Hema... voorraadbussen en speelgoed dingen. Ik heb alleen deze havermout die dus nog in volle vlokken is. Dus ik ga die even denk ik door de keukenmachine halen. Want dat is handiger voor havermout. Ja. Very volwassen van mezelf vind ik dit. Et voilà. Hier maak ik de pap mee. Dus lijnzaad, havermout uiteraard. Plantaardige melk. Ik heb nu amandelmelk omdat ik dat heb gekregen. Maar normaal kies ik voor haver of soja. Want die zijn ook beide... milieuvriendelijker. Een appel in stukjes en wat chiazaad. En dan gewoon even door elkaar roeren. En dan de magnetron in. Misschien is het beter om het in een pannetje op te warmen, maar ik ben lui. En ik heb niet het idee dat de magnetron nou zo vreselijk is. Als de media ons ooit heeft doen laten geloven. Ik doe dit overigens totaal op gevoel, dus ik kan je niet echt een recept geven of zo. By the way, ik las dus gisteren best wel een interessant... artikel over non-binair zijn en genderfluiditeit. Zeg ik dat zo? Ja. Over dat wij gewoon in het Westen is er bedacht dat er alleen man en vrouw is. Maar in andere culturen honderden jaren terug, was het al lang heel erg normaal. Worden non-binaire mensen juist geprezen en hebben sommige culturen zelfs wel 6 vormen van gender. Dus als je denkt dat het allemaal nieuwigheid is, dat non-binaire gedoe, dan is dat absoluut niet zo. En toen zat ik na te denken, omdat ze in het artikel ook zeiden dat gender in principe een spectrum is, in plaats van gewoon dus het een of het ander. En toen dacht ik, oh, dan kun je dus super makkelijk ook uitleggen aan mensen die het misschien wat lastiger vinden te begrijpen, dat... Als je zeg maar man hebt en vrouw en daartussen een lijn, dat is dus dan het spectrum. Dan, nou, je kent vast wel bijvoorbeeld een vrouw die wat hoger in haar mannelijke energie zit. Stel je voor dat die dan hier zou zitten zo op de lijn, hè? En je hebt vast ook mannen die je kent die misschien wat meer vrouwelijke energie hebben. Die zitten dan misschien hier. Nou, als je dat herkent... Dan kun je misschien ook wel herkennen dat er mensen zijn die precies hier zitten. En dus helemaal zich niet identificeren als man of vrouw. Dus ja, ik weet niet. Het leek me gewoon makkelijker visueel maken om te begrijpen dat... Om non-binaire mensen te begrijpen dat dat gewoon dus... ja, dat het een beetje op die manier werkt. Ik weet niet hoor. Ik ben natuurlijk overduidelijk geen expert hierin. Maar ik had er gewoon gedachten over en... ik kreeg ook veel berichtjes op Instagram over dat mensen het nog steeds wel lastig vonden om dan andere voornaamwoorden te gebruiken en zo. En weet je, het is hartstikke menselijk dat je daar even aan moet wennen. En dat je het misschien niet de eerste keer goed doet. Maar dan moet je gewoon sorry zeggen en de volgende keer doe je het weer beter. En hoe fijn is het om gewoon even je best te doen voor iemand zodat je dienst... juiste voornaamwoorden gebruikt. Als jij graag met hem of haar wordt aangesproken, dan vind ik het ook fijn als andere mensen ook bij de juiste voornaamwoorden worden uitgesproken. Ik hoop dat ik het zo goed heb uitgelegd en ja,
Ik hoop gewoon een beetje te helpen in verduidelijking en acceptatie of zo. I don't know. Het was gewoon een gedachte die ik wilde delen. Oké, mijn havermout gaat mag dat er al nu in. Et voilà, ik heb er nog hazelnoot op gedaan, kaneel en nog een beetje pindakaas. Yum! We zijn gewoon helemaal wit van de sneeuw, zeg maar. Noodles chop, hè? Pauze en ik heb... Oh, wat dom. Dit is echt het domste ooit. Ik gooi die hele currynoedels over de bank. Ik denk niet dat we dat eruit krijgen, want die zijn heel erg geel. Oh, wat dom dit. Oh, wat zonde ook. Gelukkig wel mee op kussen. Ja. Jezus, ik ben echt zo'n drol. Oké, ik ga dit even opruimen. Nou, ik wilde dus vertellen over hoe noedelsoep me altijd aan vroeger doet denken. Ik kan niet eens meer praten. Hoe noedelsoep me altijd aan vroeger doet denken. Omdat mijn vader dat dan op zondag soms nam. En dan mochten wij ook soms. En dan was dat helemaal zo speciaal, zeg maar. Nee, Furby. Ja, in plaats daarvan heb ik nu dus de bank vernield. Kerryvlekken zijn vet moeilijk om eruit te halen. En... Ik heb even gegoogeld naar tips voor vlekken, maar... Nee. Furby. Nee, we gaan niet op de vlek zitten. Op schaal van 1 tot 10, hoe dom was dit? Tja, ik denk niet dat dit een betere schaal van 1 tot 10. It's not your proudest moment, maar ja, dat weet je zelf ook wel. Ben je nu boos op mij? Ja, ontzettend. Furieus. Ik denk niet dat het er aan uitkomt. Nee, dat weet ik wel zeker. Ik denk dat wij gewoon nog even een bank met een hele vlek hebben. Nou, mijn hoofd is helemaal gefrituurd weer na 5 uur online lessen. Maar Max is eten aan het maken, dus good news is coming. Salade met feta en bulgur in deze, toch? Ja. Dit is een oud recept, maar als in, dit hebben we gewoon nu zelf nagemaakt. Kijk, even de ingrediënten, zodat je hem ook thuis kan maken. Als je dat zou willen. Het is super simpel, maar wel heel lekker. Boter die ligt altijd zo graag hier de laatste tijd. Maar nu zit er dus een laag ijs voor zijn zicht. Dus ik heb Max even gevraagd of hij het weg wil halen. Dat is toch wel echt getuige van een goede kattenmoeder zijn, toch? Of niet? Ach! Wat gemeen. Kijk nou, overal liggen poezen verspreid over de vloer. Alsof het een soort battlefield is of zo. Nou, Boter en ik reguleren nog even ons vochtgehalte. En dan zeg ik bedankt voor het kijken tot morgen.